Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Peter, dit is Motortest TV en welkom bij dag 6 van de motorreis. Dit is de dag van vertrek hier uit Oostenrijk. Dat wil zeggen hier uit Vrijlassing. Dat wil niet zeggen dat ik Oostenrijk uitga, want kijk even mee op het kaartje. Het plan voor vandaag is om toch nog een stuk Oostenrijk te pakken. Eigenlijk om hier een eerste stuk binnen door te gaan rijden, omdat het gewoon hartstikke mooi is hier. Daarna een stuk over de snelweg via Innsbruck. Omdat het anders toch heel saai dalrijden wordt, dat heb ik al wel in de gaten. Dus dat schiet de mensen lekker op. En dan gaan we tot aan Altberg. En daar gaan we een hele mooie pas rijden. Waarna we weer naar beneden gaan rijden richting de Bodensee. Dus ja, volgens mij wordt het een fantastische dag. We gaan lekker de spulletjes pakken, de motor klaarmaken. En vanavond slaap ik weer in een tentje. Alles zit er weer op. Klaar voor een tour en een nieuw avontuur. Na drie nachtjes heerlijk in luxe geslapen te hebben, liggen we vanavond weer in een tentje. Ja, dit hotel is echt een aanrader. Voor elke motorrijder, zeker ook met die garage en alles erbij. En wat kost dat nou dan? Hè? We zijn toch Hollanders, wat kost dat nou? Ik heb voor drie nachten, inclusief ontbijt, inclusief een zak was, inclusief avondeten, één keer avondeten moet ik zeggen, 411 euro betaald. Is niet goedkoop, ook niet heel erg duur, zeker niet duur gezien de kwaliteit. En dat is wel een beetje mijn motto deze reis. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Nou, en we gaan gelijk hier naar rechts. De drukte weg, gok ik. Richting een mooie route. Ach, wat een mooi uitzicht gelijk. Onderweg naar de Bodensee. Er zitten wat stukken snelweg bij, anders is het volgens mij niet te doen om het slingeren te doen. Maar we gaan het meemaken. En ik heb weer zin in deze rit. Hoe mooi het hier ook is. Ik voel me toch een beetje een zigeuner deze reis. En een zigeuner zit nooit lang op één plek. Dus ik ook niet. Dus ik wil weer door. Wauw. Kijk even mee mensen. Zo word je dan wakker hier. Lekker hoor. Oh, en eindelijk uit de drukte. Heerlijk. Dit is wat je wilt. En dit is weer 100% liefde. Zo, even hier zo in de schaduw staan. Nou, sta hier even met een lekker bakje koffie. Want ik ben... Dit is nog op de route, dit gaat nog een stuk binnendoor naar Schwarz, maar dan iets anders. Maar het is mij te veel verkeer op die binnenwegen hier. Dus ik heb nu de snelste weg naar Sankt Anton am Arlberg gedaan. Dat is 1,5 uur van hier. En dan ga ik een hele mooie pas rijden. En dan gaan we daarna wel weer verder zien. Maar ik ga nu in ieder geval even een stukje snelweg pakken. Proost!
hotel en van een kopje soep, van een rastette, nog 30 kilometer voor Arlberg. Maar ik heb toch mijn plan veranderd. Want ik zie onderweg allerlei passen die ik had kunnen rijden. Dus ik ga nu een heel klein stukje terug. Ik zal het zo wel even laten zien. En volgens mij wordt dat een mooie laatste iets van 140 kilometer over een paar mooie passen heen. Maar even een kopje soep. De tank is weer vol. Dus dan moet het volgens mij helemaal goed gaan komen. Ik heb geen idee wat voor soep dit is. Iets van runde bouillon met een bal gehakt erin. Nou, prima. Zo, hier beneden is de snelweg. Achter me ligt een kop soep met een gehaktbal. En we hebben een nieuw plan, want ik zag hier wat omhoog gaan. Dus ik ben even wezen kijken op de TomTom. En ik denk, dit is wat ik wil. En uiteindelijk kom ik nu over 140 kilometer aan bij de Bodensee. En daar hoop ik mijn tentje te kunnen plaatsen. Maar ja, dit is wat ik wil rijden hier zo. Hier, kijk, de kerstman. Hier loopt dus de kerstman in de zomer. Niks op de Noordpool. Die zit hier gewoon lekker in de Oostenrijkse Alpen, joh. Ja, dit is weer zo'n gebied, moet nog uitkijken dat de koeien niet op de weg staan. Boeren! Wat een feest. Wauw! Yeah, dit is het. Nou, dat was het hoogste punt van deze pas. En nou weer lekker naar beneden. Dat is ook zo'n prachtig stuk. En dan is het dus van het rotsen. Moet je eens kijken wat voor mooi dal je hierin komt. Kijk dan. Oh, wat heerlijk dit. En wat doet de Multi lekker, hè? Ondanks de volle bepakking. Natuurlijk wel iets anders als van de week met Karel Veer zonder bepakking, zonder gewicht. Maar oh, wat fijn. De harmonie, jongens. Kijk toch eens wat een mooie oude klassieke Oostenrijkse bergstoebes en huizen, gasthuizen. Zo schön.
Und alles so sauber und gut angemalt. Even zonder gekheid, hè. Ik rij hier nu het Vooralpgebergte in. Dus richting dat hotel wat ik met Horizon had geboekt. Ik ben nu al echt waar 70 kilometer lang alleen maar mooi aan het rijden in de bergen. Het houdt maar niet op. En ik, als ik het zo zie, komt er minimaal nog 25 kilometer bij of zo. Ongelooflijk, wat een mooie route is dit. Wat een goede switch heb ik gemaakt. Mag het duidelijk zijn dat ik hier even moest stoppen voor een ijsje. Het houdt maar niet op, hè. Ik moet nog 27 kilometer tot aan de Bodensee. En de volgende afslag is over 14 kilometer. Dus dat betekent waarschijnlijk dat ik nog 14 kilometer zo'n route heb. Dus dat, even het rekensommetje, ik moest 140. Dus dat betekent sowieso dat dit een route is van 130 kilometer onafgebroken mooi. Kijk, daar kom ik vandaan. Wauw. We zijn er bijna, hoor. Aan de Bodensee. Oh, wacht even. Hij zegt dat ik hier rechts moet. Zo. Schulpong. Sea camping. Sea camping. En dit was die Mexico camping. En de sea camping. Eindvaart 100 meter links. Zo, nou. Hallo. Your website says you always have place. One night, one tent, one bike. Yeah. Here left. All the way, I can't miss it. Perfect. Dankeschön. Nou, we zijn lekker bij de Bodensee. Even kijken. Daar zo, daar is het tentje. Helemaal perfect. Gaan we eerst maar eens even een frisse duik nemen, want het is veel te warm. Dus daar, achter die kar, staat mijn tentje. En hier is het meer. Hoppa. Nou, en daar zijn we dan op de camping aangekomen. Afsluiten voor vandaag. Daar zo, even kijken. Daar. Daar staat mijn tentje. Daarachter staat de motor. En dankzij de hamer die ik gekocht heb in Salzburg, heeft het tentje nog niet eerder zo strak erbij gestaan. Dus dat is al het eerste pluspunt. Het tweede pluspunt van vandaag is absoluut de laatste 140 kilometer. Nee, laat ik het 10 kilometer afhalen, totdat ik hier het dorp in reed. Eén en al fantastische route. Voor degene die het wil, kan ik de route delen. Ik heb er een TomTom-track van gemaakt. Wat geweldig. Onafgebroken. Begon laag, hoog, wat dalen, wat hooggebergte. Tenminste, voor mijn doen, hooggebergte. En het hield maar niet op. Dus qua rijden echt, echt een topdag. Nou, en de camping is verder prima. Ik heb lekker even een duikje hier genomen. En het leuke van deze camping, ik zal die ook wel even in de beschrijving eronder zetten, is ze adverteren met het feit, ze hebben altijd plek. Dus ik heb hier niet gereserveerd. Ik kon hier gewoon lekker van tevoren al adresje ingeven. En dat aanhouden. Dus weer een geslaagde dag. Nou, het plan voor morgen is om vanuit hier het Schwarzwald in te kruisen. Ik moet nog een route bedenken, maar dat zal ik morgen wel met jullie delen in de volgende video. En ergens Noord-Schwarzwald, Karlsruhe, daar ergens in die omgeving uit zien te komen. Met hopelijk weer een fantastische mooie route, want het Zuid-Duitsland, dus weet ik zeker, dat is altijd mooi. Zo, die is dood. Dus dit was de aflevering, volgens mij zijn we bij 6 van de serie Lekker op vakantie met de motor.
Dit was Motortest TV. Vond je het leuk? Zet een duimpje onder de video. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn kanaal. Kost niks, helpt mij enorm. Dus zou fijn zijn als je het doet. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.